En dan wil ik doorgaan naar het verhaal over de kust. Dat zit eigenlijk weer op dezelfde manier in elkaar als de vorige presentaties. Eerst heel kort even, wat zijn nou de verbeteringen in dat systeem ten opzichte van 2006? En vervolgens wil ik jullie lekker laten rekenen met HydraNL en kijken wat het effect van voorlanden zijn op, ik wou bijna zeggen de illustratiepunten, maar voornamelijk de golfhoogte die je eruit krijgt en de resulterende benodigde kruinhoogte. Goed, in het kustgebied is er niet zo gek veel veranderd. De berekeningen waar we nog steeds gebruik van maken, dat zijn berekeningen die in het verleden al gedaan zijn. Dus dat betekent dat databases voor golven niet veranderd zijn. Zou je even afvragen van, nou, heb je dan geen databases voor de waterstanden aangepast? Nee, want dat werkt voor de kustregio's werkt het net even wat anders. Daar gaan we niet uit van rekenresultaten van WAQA, maar daar gaan we uit van de statistiek zoals die op een aantal meetlocaties beschikbaar zijn. En daartussenin wordt de statistiek bepaald met behulp van interpolatie. Ja, dat is een wezenlijk andere aanpak, maar dat maakt dus ook dat je daar geen productiesommen voor hoeft te doen. Dat zit allemaal aan de voorkant al aan in de statistiekkant. Ja, in de database zie je hier ook alleen de SWAN-berekeningen terugkomen, maar dat zijn allemaal SWAN-berekeningen van 2011 en eerder. In de statistiek verandert er wel het een en ander. De windstatistiek is aangepast op basis van de langere meetreeksen. Onzekerheden zijn expliciet hier weer aan toegevoegd, dus onzekerheden in SWAN en de statistische onzekerheden voor de windsnelheid en de zeewaterstand. Een belangrijke die hier ook anders is, dat zijn de correlaties tussen de stochasten. De reden dat dat ook anders is, heeft voornamelijk te maken met ook het andere probabilistische model wat we toepassen. Voor de kust hadden we HydraK, gaan we nu over op HydraRing onder ringtoets. En als je kijkt hoe het in HydraK zat, dat ging in feite uit van allerlei simultane waarnemingen. Simultane waarnemingen van wind en van zeewaterstand. En daar werd aangenomen, of tenminste binnen de extrapolatie naar extreme situaties, werd daar een asymptotische afhankelijkheid voor aangenomen. Dus dat betekent dat de manier waarop je dit opschaalt, dat gaat niet in een wijde toeter, maar de asymptotische afhankelijkheid, die hou je precies hetzelfde in het meetgebied en in het extreme gebied. Nou, dat is nogal een aanname. En voor de kustregio's gaat dat redelijk goed. In iedere andere regio zou dat volledig de mist ingaan. Maar die basis van simultane waarnemingen, die is losgelaten in HydraRing. In HydraRing, daar ga je echt uit van de meerdimensionale kansverdeling van waterstand en windsnelheid. Eigenlijk op dezelfde manier zoals dat in HydraZoet ook altijd ging voor de zoete wateren. Ja, dus dan ga je van die meerdimensionale kansverdeling uit. Nou, het hebben van die meerdimensionale kansverdeling betekent ook dat je de windsnelheid als zodanig ook moet, de windrichting expliciet mee moet nemen. En je moet expliciet ook de correlatie weer gaan geven. Nou, dat wordt met een parametrisch correlatiemodel wordt dat gedaan, waar het hier dus direct uit simultane waarnemingen werd gehaald. Nou, en dat heeft effect. En dat wil ik illustreren aan de hand van dit plaatje. Deze figuur heb ik gehaald uit een rapport van HKV van 2014. Waar zij voor de Waddenzee, Hydra Zout heette het toen nog. Inmiddels is dat onder HydraNL gebracht. Maar dat heeft dezelfde probabilistische achtergrond als HydraNL nu heeft. En wat je hier ziet, is dat er weinig verschillen zijn op die locaties die relatief kort achter de Waddeneilanden liggen, of direct ook achter de Waddeneilanden liggen. Je ziet orde 15 à 20 centimeter verschil op de stukken waar je wat grotere strijklengtes hebt. Hier is dat hetzelfde. Alleen hier zie je nog een groter verschil ontstaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat HydraZout
een reparatie op de database uitvoert op het moment dat bij een toenemende forcering de belasting af zou nemen. En wat ik daarmee bedoel is, als het harder gaat waaien, verwacht je eigenlijk dat je toenemende golfhoogtes of toenemende periodes gaat krijgen. Als dat niet zo is, dan krijg je een hele lastige faalruimte en dan heeft een probabilistisch model er moeite mee om daar een antwoord te vinden. Dus vandaar dat daar reparaties binnen Hierasout werden uitgevoerd. Maar fysisch gezien kan dat gebeuren. Als jij in dit open stuk, daar komen golven, die komen vanaf de Noordzee. Tegelijkertijd breekt daar heel veel weg en worden daar ook golven, worden lokaal in dit gebied gegenereerd. Dus dat zijn allemaal korte golfjes die bij lange golfjes bij elkaar komen. Nou, hoe meer je van die lange golven kwijtraakt, hoe korter je uiteindelijke periode gaat worden. Dus dat betekent dat je belasting omlaag gaat. Dus het gebeurt gewoon fysisch. Alleen, ja, Hierasout die wil dat niet en die gaat daar dus voor corrigeren. En dat maakt dan dat je hier een extra groot verschil ziet. Nou, in de huidige versie van HydraNL heb je de mogelijkheid om die correctie ook uit te schakelen. Dus dat zijn we in feite kwijt. Onder ringtoets zit die correctie sowieso niet. Dus als we een vergelijking tussen ringtoets en HydraK gaan maken, hebben we hier in ieder geval niet meer mee te maken. Maar nog wel met die 15 à 20 centimeter, want dat is het verschil in correlatiemodel wat daarin zit. Dus daar moet je rekening mee houden. Dus dan komt in dat geval ringtoets orde 15 à 20 centimeter hoger uit. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk ook de onzekerheden die nog meespelen. En met name de modelonzekerheid op de golfhoogte. En dat is weer een relatieve waarde die tikt behoorlijk aan. En dat ga je in de open stukken ga je dat zeker merken. Dus hoe hoger ook die golven zijn, hoe hoger die onzekerheid gaat zijn in absolute zin. Is dan voor kust en IJsselmeer hetzelfde? Ja. De zee toch groter was op het IJsselmeer. Ja, maar het is ook relatief hoor. Dat is een relatief. Ja. Hier nog eventjes ter illustratie. Als ik kijk naar de benodigde kruinhoogte. Ik beschouw de blauwe lijn. De blauwe lijn is het ringtoetsresultaat daar waar ik onzekerheden niet meeneem. De groene puntjes, dat is het HydraK-resultaat. Er zitten per definitie geen onzekerheden in. En daar zie je ook weer dat verschil van 20 centimeter terugkomen op een locatie vlakbij Eemshaven. En dat is precies dat verschil als gevolg van een ander correlatiemodel. Wat je aan de rechterkant ook ziet, bij je maatgevende waterstand, daar zit ook een verschil van 10 centimeter in. HydraK en ringtoets doen niet anders dan interpoleren tussen die verschillende statistieken die je op meetlocaties hebt. Dus dat zou gewoon hetzelfde resultaat moeten geven. En dat doet het hier niet. Nou, het resultaat wat je hier ziet is iets wat uit de verschilanalyse komt. Hier is het ons opgevallen dat dit optrad. Na verder inspecteren bleek dat de statistiek die in ringtoets is gegaan, maar ook in HydraNL, dat daar een dubbeltelling in zit voor de klimaatverandering. Sorry, dat is eigenlijk de correctie van de basispijlen. En dat maakte net een verschil van 10 centimeter. Dan zou je zien van, ja, waarom presenteer je dit dan? Maar die fout die gaat eruit gehaald worden. Dat is er voor 1 januari sowieso uit. Mocht je in de generale nu zoiets tegenkomen van iets te hoge resultaten, orde 10 centimeter, dan kan je het in ieder geval wel duiden. Goed, dan de voorlanden. Nou, we hadden net in de case voor het merengebied, heeft Peter al aangegeven hoe je dat zou kunnen schematiseren. Voor de kustgebieden, met name in de Waddenzee, daar heb je te maken met enorme voorlanden. En daar is het wel zo dat een typisch uitvoerpunt, dat ligt naar orde 150 à 100 meter bij de teen van de dijk vandaan. Als je een groot voorland hebt, dan kunnen die golven nog behoorlijk veranderen op die laatste 50 à 100 meter tot aan de teen van de dijk. Nou, om die reden kunnen we de voorland
module ook meenemen. En ik wil met jullie nou samen eens door een case gaan. Eigenlijk twee gevallen. De eerste bij Holwert. Waar we naast het standaard profiel daar gewoon eens een heel simpel profiel in liggen. En ik wil jullie eens vragen om met Hydra NL te kijken wat nu het verschil in golfhoogte gaat zijn en wat het verschil in benodigde kruinhoogte gaat zijn op het moment dat je voorlanden wel of niet meeneemt. Voor die ene situatie, in dit geval bij Holwert. En als tweede geval nemen we Harlingen mee, een klein stukje verderop. Daar is het wat dieper. En daar heb ik een voorland er kunstmatig eigenlijk ingelegd om het effect van een voorland wat groter te laten zijn. Het is dus niet een werkelijke situatie, maar het maakt wel duidelijk wat als je daar dus een voorland ook echt in zou leggen. Wat voor effect dat dan heeft op je golfcondities. De case staat als het goed is achter de handouts. En er is stap voor stap aangegeven hoe je daar doorheen zou kunnen gaan. Het antwoord wat je er straks uit gaat krijgen, dat zou er voor deze zou dat er zo meteen zo uit kunnen zien. Ik plant hem er alvast op. Ik laat jullie tot 3:50 je gang gaan en dan neem ik hem weer centraal en rond ik deze case af. Ik wilde hem weer even centraal nemen. Ja. Komen jullie er ook weer bij? Peter met name. Peter, heb je even? Goed. Er waren twee situaties waar ik gevraagd werd om die door te rekenen. De eerste bij Holwert was niet een hele spannende. De reden dat dat niet zo spannend is, heeft er alles mee te maken dat dat voorland al relatief hoog ligt. Dus dat betekent dat in de golfberekeningen waar dat voorland ook in meegenomen is, heb je al een hele sterke reductie. Dan kom je bij je uitvoerlocatie en dan voor die laatste 50 meter gebeurt er eigenlijk niet zo gek veel meer. Nou, en dat is precies de reden dat de hydraulische belastingniveaus of de benodigde kruinhoogte eigenlijk vlak bij elkaar liggen. Daar zit orde, wat was het, 15 centimeter tussen, geloof ik. Ja. Dus vandaar dat ik daar nog een tweede case aan toegevoegd had, wat betreft Harlingen. Daar ligt de uitvoerlocatie, die ligt al op 2,33 meter onder NAP. Daar heb ik gedaan alsof we dan een voorland hebben wat er zo uitziet, zodat de uitvoerlocatie uitvoerlocatie daar nog wel ligt, maar dat je dan bij de teen van de dijk komt die een stuk hoger ligt. Nou, dan zie je wel dat er een groter verschil gaat ontstaan. En met name als je dan in het illustratiepunt kijkt naar de golfhoogte die je hebt. En dat kunnen net andere waarden zijn dan die jullie eruit gaan krijgen, hoor. Want ik heb met een oudere versie van Hydra erin gerekend. Maar waar het in ieder geval om gaat, is dat je hier dus wel een verschil van 60 centimeter in golfhoogte al ziet. Nou, dat is de reductie die je over dat laatste stuk gaat krijgen. En wat in dit geval echt wel significant is. En ook in je benodigde kruinhoogte doortikt. Hoe kan je terugvinden hoe het voorland erin zit? Ik ben benieuwd, zeg maar, hoe dat gaat, die doorrekening. Dat is een nabewerking van je spanresultaat waarschijnlijk. Dus ja, als je het punt gebruik je de zeewaarts ervan en daarna doe je een soort nadewerking met een formuletje om dat voorland te rekenen. Dat zit allemaal onder de motorkap. Dat wordt binnen ringtoets wordt dat bij elkaar genomen. En daar zitten ook die onzekerheden die zitten daarin. Ja, dus dat alles komt dan weer bij elkaar. Het is niet zo dat je even handmatig dat zomaar na kan rekenen. Dat kan je dan in de achtergrond document van ringtoets. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat, zeg maar, wat daarachter dan. Ja, klopt. Dat zit in de achtergronddocumenten van ringtoets. Dat is één. Er zijn ook aparte achtergronddocumenten van hoe die voorlandmodule op zich werkt en wat de mechanismen zijn om die golfreductie voor elkaar te krijgen. Akkoord?